Vandaag ga ik vissen op snoek en ik ga het vandaag proberen met een pikshed. Het is een kleine variant van de pikshed. Ik ga het hiermee proberen vandaag, blauwe kleur. We gaan eens kijken of we een snoek kunnen vangen hier in de polder achter mij. Genoeg water om af te vissen. Ik heb hier al eerder gevist, dikke snoek gelost, vorige keer een kleine gevangen. Dus ik hoop dat ik vandaag toch die grote snoek kan vangen. Maar ja, hè, een kleine is ook niet erg hoor. Als ik maar iets vang, ben ik wel helemaal blij. Iemand heeft allemaal brood in het water gegooid. Dat is op zich wel goed. Ja. Allemaal voor ons namelijk aan het oppervlakte. En dat trekt nog wel eens een snoekje aan. Dus je weet, ligt er nou gewoon een snoekje te wachten op een aas. Op de een of andere manier werkt de kleur blauw voor mij echt heel goed. Ik heb al heel wat snoeken gevangen op een blauw gekleurd aasje. Dus vandaar dat ik ook de blauwe pikshed eraan hang. Puur omdat de kleur blauw mij in het verleden al gewoon heel veel heeft opgeleverd. Het is redelijk afgekoeld, dus ik vis ook lekker langzaam. Snoeken die zijn over het algemeen niet heel erg snel in de winter. Dus je moet ook lekker langzaam vissen eigenlijk. Daar heb ik ook geen loodje voor mijn shed gehangen. Je kan namelijk verkiezen om een bulletweightje of iets anders, of een ander soort loodje, een vestheidsloodje eraan te hangen, zodat hij iets dieper gaat. Het is hier sowieso niet heel erg diep, dus vandaar dat ik het ook niet nodig heb. En als je een loodje eraan hangt, kan je hem wat sneller binnenvissen. Heb ik allemaal niet nodig, dus vandaar dat ik nu geen loodje eraan heb gehangen. Puur zodat ik dus heel langzaam kan vissen. Ik zal even laten zien hoe langzaam ik binnendraai. Maar je kan het redelijk zien nu. Het is een beetje de snelheid waarop ik hem binnenvis. Lekker rustige slagen maken. Het aasje heeft nog genoeg actie als ik dat doe. Het werkt voor mij gewoon onwijs goed. Ik vis voornamelijk op de relatief kleine sloten. Het is wel een heel groot stelsel. Dus alle vissen die kunnen wel echt een kant op. En kunnen ook overal vandaan komen. Alleen zijn het niet echt de grootste kanaaltjes zo gezegd. Ik ben er niet echt heel erg fan van. En de snoeken die hier zijn over het algemeen ook wel gewoon relatief leuk om te vangen. Ze kunnen heel groot zijn, ze kunnen ook klein zijn, maar dat heb je overal natuurlijk. Grote kanalen, grote plassen heb je dat ook. Maar toch heb ik altijd wel meer vertrouwen in die wat kleinere polderstelseltjes. En dit water komt ook al van een groot kanaal af. Alleen omdat het koud is, weet ik gewoon dat die vissen nu hier liggen. Dus vandaar dat ik het ook gewoon lekker probeer. Vandaag probeer ik ook een beetje de logische plekken op te zoeken. Zoals de bruggen die je achter mij ziet liggen. Overhangende bomen waar ik nu op het moment onder sta. Bootjes, ligt er ook eentje naast mij. Ja, al dat soort plekken zijn gewoon hotspots voor snoek. En niet te vergeten, splitsing in het water, versmallingen. Ook super goed voor snoek. Ik heb bijvoorbeeld een molen hierachter. En daar ligt een heel klein stukje sloot nog tussen. Dat is ook gewoon een onwijs goede hotspot voor snoek. Want ik ken een ander watertje. Daar kan ik er altijd eentje vangen. Dat is ook altijd een ander. In ieder geval de hotspots afvissen. En kijken of er een snoekje ligt. Ik ga nu even heel letterlijk genomen tussen de bomen in proberen. Soms kan het gewoon een onwijs goed hoekje zijn ineens. Want die vissen zich hier vaak kunnen verschuilen. Omdat er vaak takken afvallen en al dat soort dingen. Kijk, er vallen allemaal besjes en vliegjes uit dit soort bomen. Dus aasvis gaat hieronder liggen. Of in ieder geval in de buurt. Dus zou je zeggen dat snoeken hier ook in de buurt moeten liggen. Als setup gebruik ik een BFT Lizard X. Een fijne hengel vind ik zelf. Hij is tot 35 gram, dus ik vind het heel leuk om licht op snoek te vissen. Ook zit mijn hengel voor snoekbaars en groot en zwaar op baars. Daarop heb ik een Curado DC, een reeltje met 1500ste gevlochten lijn. Kan je ook wel gewoon prima snoek mee vangen. Ik heb een fluorocarbon leadertje erop zitten. En natuurlijk niet te vergeten, staaldraadje. Snoeken die hebben tanden en die bijten gewoon vol je lijn door. Dus belangrijk om een staaldraadje te gebruiken. Ook heb ik een schepnet bij me, die zit hier achter mijn tas. Klein onthaakmatje en ook echt heel belangrijk is een goede onthaaktang, een lange tang en een kniptang. Want soms dan moet je je dreg even doorknippen, omdat de snoek je aasje niet heel lekker heeft gepakt. Hier links van mij heb je een brug, je hebt hier allemaal boten liggen. En dit kleine stukje komt van een versmalling af. Dus ergens is het ook wel een hele logische plek voor de snoek om hier te gaan liggen. Ook liggen hier nog onwijs veel afstervende planten. Snoeken liggen graag tussen de plantjes in. Dus ik gooi nu richting de brug en dan gaat mijn aasje langs een boot en dan vlak langs de planten. Meestal werkt dat altijd wel goed. We zijn aangekomen op de volgende stek. En we zitten nu in een soort van parkgedeelte. Je hebt hier een splitsing, overhangende bomen, een brug, boten, een soort mini-haven. Dus eigenlijk is het een soort walhalla voor snoeken. Maar goed, moet ze er ook maar net liggen natuurlijk. En ze moet ook maar net zitten binnen mijn aasje. Dus ik ga hier even een paar worpen maken. Ik verwacht dat hier wel de snoek uit gaat komen. Dit is echt een snoekwalhalla, dus zou bijna wel moeten. Maar goed, ze hoeven natuurlijk echt niet te liggen. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal?
doe het dan even hier beneden. Zet even de video op pauze. Klik op die abonneerknop, want we hebben bijna 3000 abonnees. Het gaat lekker hard. Dus klik hier beneden en abonneer je gauw. Ik ga namelijk niet verder vissen totdat je geabonneerd bent. Dus doe het dan maar, want anders kan ik geen vis vangen. Nu doen. Kom op. Het is in ieder geval weer een lekker taai dagje vandaag. Koud, veel wind. Dat is meestal wel goed voor snoeken. No wind, no pike. Zometeen regenopkomst. We hebben vannacht veel regen gehad, onweer gehad. Meestal zijn dat echt wel goede weersomslagen voor snoek. En ook voor snoekbaars is het ook gewoon heel goed hoor. Maar voor snoek is dat ook echt geweldig, weersomslagen. Dus ik snap eigenlijk gewoon stiekem niet waarom er nou geen snoekje hapt. Het enige wat zou kunnen is dat ze nu gewoon niet hier liggen. Het zou toch jammer zijn als we vanavond niks vangen vandaag. Je kan niet altijd zes gooien. Het is niet altijd raak. Je vangt niet altijd vis. Het is vissen, niet vangen. En snoeken is zoeken. Ik bedoel, wie weet liggen ze nou ook dit hele stuk, liggen ze gewoon niet. Dat het water enorm lang is. En liggen ze gewoon met z'n allen een kilometer verder. Ja, dat kan ook. Misschien ligt er wel een dikke meter vis. En die ga ik zo meteen vangen. Of ik vang helemaal niks. We zijn nu aangekomen bij een splitsing. Dat zijn hele goede plekken voor snoek. Ze kunnen namelijk op elk hoekje op de loer liggen. En we wachten tot er een keer een aasvisje uit een kant gaat komen. De splitsingen moet je ook altijd zeker eventjes meepakken. Als je gaat vissen. Snoek. Niet laten liggen, niet voorbij lopen. Gewoon lekker afvissen. Want soms dan kan die big mama hier gewoon lekker liggen. Maar bij mij? Nee hoor. Bij mij liggen ze er niet vandaag. Ze hebben geen zin in mij. Het is altijd zoals ik ga snoeken. Dan happen ze niet. Maar als ik ga zitten op je snoek, dan happen ze wel. Soms vraag ik me echt af waarom heb ik dit altijd. Ja, ik zal nog even een uitleg geven over het aasje. Dit aasje dat gaat een beetje heen en weer door het water. Het staartje gaat natuurlijk heen en weer. Het geeft heel veel vibratie aan het water. En dat is heel belangrijk voor snoeken. Nou, zoals je kan zien heb ik er twee dreg onder zitten. Een grote dreg voorop, een kleine dreg achterop. Altijd belangrijk om gewoon een goede inhaking te hebben op de snoeken. Ik vis nog wel met weerhaken, maar binnenkort ga ik denk ook overstappen naar weerhaakloos. Dat is toch net even wat beter voor de vis. Het zonnetje begint nu een klein beetje te schijnen. En ik denk dat ik maar even over ga stappen op de spinnerbaits. Dit zijn ook wel hele goede aasjes, voornamelijk als het zonnetje schijnt. Die bladen die schitteren namelijk onwijs erg door de zon. Ik heb daarachter een kleine pickletchat gedaan. Een beetje een oranje-zwartige kleur. Omdat het ook een beetje matcht met de kleuren van de spinner zelf. Ja, dit maakt zoveel lawaai onder water en turbulentie dat het gewoon een supergoed aasje is voor snoek. Ik heb er ook al heel veel mee gevangen met dit soort aasjes. Hier heb ik er nog een. Dan met een beetje een bruine, goudige kleur. Ik ken iemand en die zweert bij deze kleuren als het ochtend is met het zonnetje. Dus wie weet moet ik het maar een keer de kans gaan geven. In de ochtend of wanneer het zonnetje schijnt. Nou, we gaan nu lopen naar het laatste hoekje. En dan houdt het weer op. Ik hoop toch dat er stiekem nog een snoekje uit het laatste hoekje komt. Snoeken die hebben gewoon een hekel aan mij volgens mij. Het is ook echt een blubberzooi overal. Oh, niet leuk dit. Mijn sokken zijn toch al nat, dus loop maar door. Ik denk echt dat snoeken gewoon een hekel aan mij hebben, want als ik ze wil vangen, dan happen ze niet. En als ik ze niet wil vangen, dan happen ze altijd. Ik heb het al verteld, maar ik wil het nog een keer vertellen. Neem een lange tang mee. Het is heel belangrijk om een goede lange tang bij je te hebben. Ik vind het persoonlijk wel fijn dat deze ook een bochtje heeft. Kan je toch even net wat lekkerder bij de dreg of bij de enkele haak. Ja, ik zweer er gewoon bij, jongens. Neem een lange tang mee. Want als de snoek diep gehaakt zit en je komt er met een klein tangetje niet bij, ja, dan ben je een beetje te klos. Dan gaat de snoek kapot en dan sta je daar een beetje te balen. Helaas zijn er mensen die wel alleen maar een kleine tang meenemen. Ook met snoekbaars, ik heb hem altijd bij me. Mocht je een snoek haken of toch een snoekbaars die hem lekker inhaleert. Altijd handig om in ieder geval een lange tang mee te hebben. Ligt in ieder geval je eigen klauwen niet omlopen als je met je hand erin moet. Ja, ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel of snoeken mij gewoon echt totaal niet mogen. Ze willen vandaag gewoon weer niet happen. Ze hadden geen zin in de blauwe kleur. Dus volgende keer gaan we de zwart-rode kleur pakken en de andere keer de roze kleur. En de volgende keer, dan pakken we de spinnerbaits erbij. Ga gewoon alles een keertje gebruiken. Elke keer wat anders proberen. Ze moeten gewoon ergens trek in hebben. En ze moeten er ook maar liggen natuurlijk. Dus ik wil jullie in ieder geval weer bedanken voor het kijken. Doe het blauw duimpje omhoog. Laat wat weten hier beneden in de comments. En vergeet zeker ook niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Tot volgende keer. Later.